en 6 vinden. En hoe kan het ook anders? Want er is niemand zo mooi en zo lief als mijn mooie, liefste dochter. Ja, niet zo klef, man. Ik ben morgen 18, dat betekent dat ik volwassen word. Die stomme knuffel, die hoef ik ook niet meer. Nou zeg, je hoeft niet zo boos te doen. En zo praat je trouwens ook niet tegen je moeder. Trouwens, als je volwassen wilt worden, dan zou je je zo moeten gedragen. Is vermist. En in deze moeilijke tijden vraag ik u om hulp. Alsjeblieft, heeft u Acacia gezien? Weet u meer over haar verdwijning? Bel alsjeblieft. €500.000. Dat is veel geld, hè, voor jullie arme sloebers. Ach, jullie hoeven alleen maar de prinses te vinden. Oh, horen jullie dat? Zie je dat? €500.000. Maar we hoeven alleen de prinses te vinden. Precies, jongens. Je gaat dat ding toch niet kussen? Wat ben je voor een begon? Luister maar niet naar haar. Ze heeft helemaal nergens verstand van. Hoe kan dit gebeuren in ons huis?
Wat ben je gegroeid? Goed gehakt. En je pikt. Man, zie je dat dan niet? Zie je dat dan echt niet? Kijk nog eens naar de kleur die ze aan heeft. En dat haar. Dat stelletje oplichters hier probeert ons gewoon geld op handig te maken. Vuile ratten zijn het. Vies stuk. En jij? Heel snel. Maak er dat je weg kan, voordat ik de politie wil! Voor de zoveelste keer. Ik wil niet terug! Laat me hier blijven, anders, Faust. Hé, wat krijgen we nou? Nee. Weet je het echt niet, zit het zo moeilijk? Je hebt een goed hart, volg die in je nobele strijd. Maar voer die strijd van binnenuit. Laat je ouders inzien dat er verandering nodig is. En ik weet dat je ooit een geweldige koningin zal worden. Tot ooit, lieve Acacia. Tot ooit. Ik zal je missen, liefst erover. Ik ben thuis! Mami! Papi! Acacia? Ben je dat echt? Ja, dit is het echt, dit is het echt, dit is het echt! Fata Morgana? Dit is het echt! En daar ben ik ook blij mee. Ja, ik heb jullie gemist. Ja, maar wel onder één voorwaarde. Dat is dat niemand van ons volk langer zo hoeft te leven. Zo kan het niet langer. Snappen jullie zelf toch ook wel? Nou, daar ging je plannetje. Kaas is weer thuis. Ja. Maar het belangrijkste is dat ze nu weer thuis is. Bij haar vriend.